Een hele goede avond. Ik wacht even tot iedereen een beetje binnenkomt. Tot iedereen mij gevonden heeft. Ik ga vanavond weer live in de Creative This Hobby Vision groep. Met de leuke producten van Joycrafts. De meesten zullen me wel kennen. Ik stel me eventjes kort voor. Ik ben Geertje Deelstra. Ik zit al een aantal jaar bij Joycrafts in het designteam en ben nu door Hobby Vision al een paar keer uitgenodigd om een live te verzorgen bij jullie, wat ik ontzettend leuk vind en ook graag doe. Ik zie al allemaal mensen binnenkomen. Goedenavond, welkom. Leuk dat jullie allemaal zijn. Ik ga jullie vanavond met de leuke Polybasis stencils van Joscelijne laten zien. Ik heb ze allemaal al even uitgewerkt, zodat jullie kunnen zien van wat je ermee kunt maken. Het zijn tekenmallen. Het zijn gewoon van die plastic tekenmallen waarmee je dus de contouren kunt overtekenen met een aantal deeltjes. En bij deze heb ik hem dus op kleur gebracht met Distress Inkt. En zo krijg je gewoon hele leuke diertjes die je op je kaart kunt gebruiken. Maar je zou hem ook als kaartvorm kunnen gebruiken. Dus dit is dus een van de nieuwste. Dat is het bijtje. Busy Bee is dat. En die heb ik dus op deze manier uitgewerkt. Deze is al een wat oudere, maar niet minder leuk. Het pingwingetje. Ik vind hem zo ontzettend schattig. En dan hebben we ook nog het eenhoorntje. En ik heb er gewoon een paardje van gemaakt. Dan hebben we nog een varkentje en met het varkentje ga ik vanavond mee aan de slag. Want dan ga ik, hoop dat jullie het zo goed in beeld kunnen zien, gaan we deze kaart maken. Dus met een Polybasa mal van Dan Dennis heb ik de basis gemaakt en dat ga ik jullie zo meteen helemaal laten zien. En het varkentje heb ik hier dus op gebruikt. Dus het varkentje is, want ik kreeg al wat vragen op internet, want ik had ze allemaal al even laten zien, al die diertjes die ik uitgewerkt had. Ze zijn ongeveer 15 centimeter hoog. Dus ik had het varkentje, had ik thuis al afgemaakt en die lag op mijn bureau. En mijn zoon van 14 die zei van, mam, ik vind hem heel leuk, maar dat varkentje moet wel in de modderpoel. Dus dat werd even een uitdagingje om hem inderdaad in een modderpoel te doen. En vandaar dat deze creatie is ontstaan. Dus dat is eigenlijk naar aanleiding van een idee van mijn middelste zoon. Dus, met vind ik zelf wel een heel leuk eindresultaat. Dus deze ga ik dus vanavond maken. Ook de onderdeeltjes laat ik jullie even zien. En dit is nog een hele nieuwe. Deze bloem die hopen we binnen, volgende week binnen te krijgen. De goudsbloem. En die ga ik jullie zometeen ook laten zien. Die heb ik uitgestanst en ik laat even in deze live zien hoe ik die op kleur heb gebracht en in vorm heb gebracht. Dus dat is eigenlijk in het kort wat ik vanavond ga doen. Ik hoop dat jullie het allemaal een beetje uithouden met de warmte. Ik heb hier op de achtergrond een blazer staan om het een beetje koel te houden, maar het is hier ontzettend warm. Dus glas drinken naast mij en dan dan gaan we van start. Als basis voor deze mal heb ik deze leuke displays van Dan Dennis gebruikt. Het is ook een product van Joycrafts. En dat zijn ook van die tekenmallen. Dus eigenlijk, ik heb er wel stansjes bij gebruikt. Maar voor de basis van deze kaart heb je helemaal geen stansjes nodig. Deze heb ik dus voor de achtergrond gebruikt. En het gedeelte waar die op staat. En deze mal, de ronde mal, en dat is de 6020886 en die heb ik dus voor het modderveldje gebruikt. Hier regent het, lees ik. Nou, het is hier echt enorm heet. Ik woon helemaal in het noorden en dan zeggen ze altijd in het noorden is het wat koeler, maar vandaag kan ik het niet echt zeggen. Ik heb alvast wat voorbereidend werk gedaan. Ik heb gewoon op het groene kaartstok, pak het er even bij. Dit groene kaartstok heb ik gebruikt, een linnen kaartstok. Heb ik deze mal gelegd en vervolgens gewoon al die contouren omgetekend. En even kijken, deze lijnen, deze, die en die, dat zijn de rillijnen.
En deze lijntjes, dat zullen jullie ook allemaal wel weten. Dit is dan voor het designpapier en deze ook. Nou, designpapier gebruik ik vandaag niet. Ik ga alleen bezig met, ja, met papier en met masstencils. Dus nou, deze lijntjes heb ik allemaal even aangegeven. Ik weet niet of jullie het in beeld kunnen zien. Ik zal even een beetje omhoog werken. Nou ja, dat is heel simpel met een rail tool en een lineaal. Je kunt ook met een snijmachine, hè? Zo'n snij van, ik weet, van vazen. Die gebruik ik er ook wel voor. Nou ja, zo rail je gewoon al deze lijntjes even. Ik denk als ik dat vanavond allemaal ga uittekenen, jullie weten allemaal wel hoe het werkt om zo'n mal na te tekenen en uit te knippen. En Ridderkerk rommelt het, nog geen regen. Hoge Zand Groningen ook enorm heet. Ja, ik woon in de buurt van Leeuwarden. Nou, dat is echt nou ja, Friesland. Maar daar is het ook enorm heet. Deze mal, dat is wel een hele leuke. Die kun je laten staan. Dus als je hem zo vouwt. En vervolgens die nog een keer vouwt. En nog een keer. Dan kun je hem zo laten staan. Maar ik heb bij deze kaart. Heb ik dit gewoon wit gemaakt. Dus ik wilde wel de onderkant groen hebben. Maar de bovenkant wil ik graag wit hebben, omdat ik dat wil beinkten. En om hier nog weer een witte laag overheen te plakken. Ja, ik had het eerst wel even geprobeerd, maar dan zie je eigenlijk altijd een groen randje hier omheen. Want je knipt nooit exact hetzelfde. Dus dat vond ik niet mooi. Dus wat heb ik gedaan bij mijn voorbeeld? Ik heb, ik zal even een snijmatje erbij pakken. En een mesje. Ik heb gewoon dit stukje afgesneden. Dus eigenlijk, ik moet even een beetje naar voren, want anders dan zie ik niet precies waar ik snijd. Dus dit stukje heb ik er gewoon afgesneden. Nou, dit brede stukje is dus het gedeelte waar hij op staat. Even kijken hoor. Ja. Nou, deze, hier heb ik hem dus afgesneden. Dat is dit stuk. Nou, hier staat hij mooi op. Dit plak ik zo meteen vast met van die kleine klittenbandjes. Want als je die kleine klittenbandjes gebruikt, heb ik hier ook gedaan, dan kun je dat heel gemakkelijk weer losmaken. Ik heb hier 3 gebruikt, dus eigenlijk 1 te veel. Want als je de zijkanten los hebt, dan blijft die vaak zitten. Dus eigenlijk is 2 klittenbandjes is voldoende. Deze heb ik vervolgens iets korter afgesneden. Ook die heb ik gewoon op de buitenmaat nagetekend. En die komt er dan zo op. En vervolgens plak ik hier zo meteen nog een groene strook overheen, dat je er niks meer van ziet. Maar dan heb je wel die stevigheid. Nou, allereerst, ik leg deze zo even aan de kant. Wil ik even met een maasstencil dit mooie wolkenachtergrondje maken. En dat doe ik met dit stencil. Dat is een 6200846, ook van Joycrafts. En dat is een stencil met allemaal wolkjes en sterretjes. En nou ja, op zich maakt het niet heel veel uit hoe je ze neerlegt. Ik zal er even een kliedermatje onder leggen. Nou, zo is je op zich wel mooi verdeeld. Dan gebruik ik de Distress Oxide Broken China. En
En daarmee, ik doe eerst even de achtergrond even heel licht. Dus ik begin hier op mijn blad. En zometeen komen er echt donkere kleuren overheen en kun je het altijd nog een beetje bijpoetsen. Het droogt hier enorm hard, zie ik wel, want het is hier echt ontzettend warm. Ja, het papier wat ik hiervoor gebruik, dat is wit 300 grams cardstock van Joycrafts. Ik gebruik eigenlijk overal, ja, ook omdat ik in het design team van Joycrafts zit, gebruik ik eigenlijk overwegend alleen maar Joycrafts. Dit 300 grams papier, dat is, ik heb hem hier dus in 30,5, 30,5. Dat is gewoon echt heel stevig, ja, wit, een beetje off-white papier is dat. Gewoon echt super stevig. Ik gebruik het werkelijk overal voor. Als ik standjes uitstans en vervolgens op kleur breng, zoals ik ook deze bloemen op kleur heb gebracht, gebruik ik altijd dit papier voor. Waarom? Het is gewoon stevig. Het neemt heel gemakkelijk de inkt wel op. Dus, en ja, ook niet te veel dat het opzuigt. Dus ik vind het gewoon echt ideaal papier. We hebben het in 30,5, 30,5 en we hebben het in A4 formaat. A4 formaat heb ik zo het nummer wel voor me, voor de liefhebbers. Dat is de 8089-0231. Maar als het goed is, heeft Janina ook alle producten die ik vanavond gebruik wel in de webshop onder mijn live staan. Dus waarschijnlijk zal het daar ook wel terug te vinden zijn. Ik zal nog even dit stukje weggummen. Ik heb er al een inkt overheen gedaan, dus ik hoop dat het nog een beetje weg wil, maar anders dan plak ik hem straks even iets verder eronder, dan zien we het niet meer. Zoals je ziet droogt het hier al wat te snel, maar dat maakt niet uit, want dan gooi je er gewoon een wolkje overheen en dan zien we dat niet meer. Nou, vervolgens, even kijken, dat is niet mooi hier. Zo vind ik hem wel leuk. Leg ik hem erop en pak ik de wolken even wat donkerder. En er kan best wel wat kleur op. En met draaiende, rustige bewegingen breng je dus de inkt aan. Ik doe dit met distress oxide nu. Maar je kunt het net zo goed met de gewone distress doen. De distress oxide is net wat vetter. Is wat een kalkachtiger effect, maar ja, persoonlijk gebruik ik beide soorten inkt voor zulke achtergrondjes te maken. Ja, volgens mij is het stencil inderdaad ook een slag kleiner, klopt. Maar dat zijn net wat andere wolkjes. Volgens mij zitten daar ook geen sterretjes bij, maar zeker weet ik dat niet. Oh, moet ik hem wel vasthouden? Want anders hebben we scheve wolkjes. Ja, het is echt een heel leuk stencil. Ik had hem ook al een hele poos in de kast. En ja, ik moest nu, omdat ik dus de opdracht kreeg van mijn zoon van maak een modderpoel. Ik denk, ja, modderpoel, dat moet ook wat als achtergrond. Dus, maar hij zei het ook zo mooi. Zo van, nou, succes man, dat red je wel. En ik wil er graag een modderpoel bij het varkentje. Dus, we hebben er wel even smakelijk om gelachen. Maar uiteindelijk met een leuke eindresultaat. Er zijn donderwolken. Nou, nu niet. Ik maak er mooie blauwe wolkjes van. Nou, hier ga ik gewoon nog even een beetje vermengen. Dat heb ik bij mijn voorbeeldje ook gedaan. Toen heb ik eigenlijk eerst de wolkjes aangebracht voordat ik het lichte laagje aanbracht ertussen. Dat maakt op zich niet zo heel veel uit. Zometeen met de witte Posca pen maak ik nog wat accenten. En op het einde doe ik nog even met Nuvo Drops.
Even kijken, dit is de Glitter Drop Silver Moon Dust. En daar doe ik zometeen nog even wat stipjes erbij. Dus die sterretjes maak ik eigenlijk stipjes van, zodat het geen sterretjes meer zijn. Even iets verder door aan de onderkant. Nou, dan is dit al een heel leuk effect als achtergrondje. En dan met een witte Posca pen vind ik het dan altijd wel leuk om dan hier en daar nog even een klein accentje aan te brengen. En dat hoeft echt niet heel precies. Maar dan komen de wolkjes nog net even iets meer uit, vind ik. En dat is ook iets wat ik eigenlijk altijd met die Polybeza diertjes van Joselijne doe. Die zet ik altijd hier en daar toch even. Dat doe ik met de Tumble Friends ook. En gewoon hier en daar even een accentje aanbrengen. Nu kreeg ik ook van de week een vraag en ik weet niet precies waar het was, want ik had de tekenhulpje had ik gepost op verschillende, ja ook bij Hobby Vision in de webwinkel, of in de op de site. En kreeg ik al een vraag van hoe dat werkte en of ik dat in een live wilde laten zien. Ja, dat was inderdaad bij Hobby Vision. En dat kan ik jullie zo meteen. Ik heb hem hier bij me. Ik heb hem hier naast me liggen. Dus ik kan zo meteen even laten zien hoe dat werkt. Het is geen nieuw product, maar wel een favoriet product van mij. Met name bij deze Polybeza stencils. Maar ook als je een randje om een stansje wilt hebben of om een. Plaatje. Praten en tekenen gaat heel lastig, merk ik wel. Deze nog even. En zoals je nu ziet, komen de wolkjes gewoon echt iets meer tot leven. Als jullie vragen heb ik probeer mee te lezen. Ja, niet als ik aan het tekenen ben, dan lukt dat niet. Maar kijk, zo komt het echt toch meer tot leven. En dan ga ik straks, als alles in elkaar zit, ga ik dus die sterretjes nog even met die Nuvo drops insmeren. Of tenminste, gewoon kleine drupjes daarop doen. Glitter drops zijn dat. Er zit gewoon echt heel veel glittertjes in. Dus, en dan zijn het net vuurvliegjes of. Ja, die teukenhulpjes zijn inderdaad heel handig, Janine. Ik zal even een papiertje pakken. En dan laat ik dat eerst even zien. Ik heb hier wel een lijstje. Laat ik dat eerst even zien. Als ik bijvoorbeeld het pinguïnetje heb. Als je bijvoorbeeld dit paadje hebt, daar heb ik dus echt een randje omheen gemaakt. Nou, die heb ik dus met tekenhulpje heb ik die getekend. Het tekenhulpje bestaat dus uit zo'n vulpotlood. En drie van die afstandsrandjes eigenlijk. Ik zal het iets omhoog houden. Dit is de kleinste maat. Dan krijg je echt een heel fijn randje eromheen. Dan heb je een iets dikkere en dan heb je veel bredere. Deze en die gebruik ik het allermeeste. Ja, het is een tekenhulpje heet het potlood. Het is een setje met een potlood en drie van deze dingetjes. Je doet, omdat hier zit wat een langer stukje ijzer. Hè, dit is wat langer dan normaal een tekenpotlood is. En die doe je gewoon door het gaatje heen. Dan komt dus net je puntje van het potlood komt er doorheen. Vervolgens. Hou je deze vast en je legt dus dat randje tegen je malletje en dan draait die eromheen. En zo kun je heel makkelijk
de contouren tekenen. Zat wat op mijn papier, dan bleef hij hangen. Hij glijdt heel gemakkelijk, glijdt hij eromheen. En op die manier kun je dus echt een heel makkelijk een mat om jou, ja, nou ja, in dit geval om een pinguïntje maken. Maar dit zou je ook om een plaatje kunnen doen. Nou, zo heb je dus eigenlijk de contour van deze pinguïn. Als je die uit kaartstok doet en je knipt hem uit, kun je hem met, nou ja, eventueel met foamtape weer opplakken. En heb je heel mooi echt een kaart. Als je hem dubbel doet. En dan hier gewoon echt even een randje. Dat heb ik hier ook gedaan. Ik heb hem hier dus dubbel gedaan. Dubbele kaart. En heb ik hem aan de zijkant gewoon even een klein stukje naar binnen gehouden. En vervolgens ja, hem er zo opgelegd. En daaromheen getekend. Nou, dan, zo maak je er heel gemakkelijk een dubbele kaart van. Ah, super Janina, dat je hem maar even bijzet bij de artikelgroepen. Ja, dat is geweldig. Nou ja, daar kreeg ik best wel veel vraag daarna. Dus ik denk van, ik pak hem er even bij. Ik laat hem even zien hoe dat werkt. En ja, vooral met deze Polybeza stencils, met deze diertjes, vind ik hem gewoon heel handig. Even deze terughangen. Zo. Even kijken, even verder met de kaart. Deze heb ik dus nu op kleur gebracht. En hier aan de zijkanten, even kijken, mijn grote schaduw heb ik hier niet liggen, zie ik wel. Knip ik gewoon even een stukje af. Want ik wil niet dat hij helemaal tot het einde komt. En dan plak ik hem mooi hier. En wat ik nog wel even doe, ik zal dit er even afhalen, want dit is helemaal blauw nu. Wat ik nog wel even doe. Dat is hier, dat was dat lijntje wat ik net uitgegumd heb, even een klein rillijntje maken. Zodat je hem een beetje kunt omvouwen. Want als ik hem er dan zo op heb, dan komt hij net iets meer staand. Ja, die witte pen, dat is een Posca, Uni Posca. 0,7 mm. En die heeft Hobby Vision ook in het assortiment. Want die heb ik daar ook gekocht. Dus, En dat is gewoon echt een hele goede wit schrijvende pen. Je hebt heel vaak dat ze snel uitdrogen. Of ja, ik heb meerdere pennen gebruikt. Geprobeerd. Maar ja, ik ben toch echt fan van deze witte Posca-pennen. Ja, het is een pen met acrylverf, klopt. En het is gewoon echt dekkend. Nee, dat zie je ook wel op die inkt. Het trekt niet in die inkt. Het is gewoon echt dekkend op deze inkt. Nu doe ik dus hier, op deze kantjes, doe ik even zo'n klittenbandje. Inmiddels al van alles om me heen verzameld. Dus ik moet even zoeken waar ik hem neergelegd heb. Zo. En waarom doe ik deze klittenbandje? Je zou het ook met een magneetje of zo kunnen doen. Dan kun je hem ook weer versturen als je wilt. Nu plak ik er nu wel heel veel op, dus ik weet niet of je deze kunt versturen. Dat zou ik even uit moeten proberen. Maar ja, sowieso deze displaykaarten, die doe ik altijd even zo. Officieel moet je ze er gewoon echt doorheen steken. Dus officieel is hij zo gemaakt dat je deze hier doorheen kunt doen en dat je hem dan kunt laten staan. Maar als je dat doet, dan moet je hem altijd, ja, dan moet je hem gewoon echt weggeven. Want dan kun je hem niet, hoe heet het? Nou, deze heb ik verkeerd geplakt. Niet zo handig. Dan kun je hem niet versturen, want dan krijg je hem niet meer los. Kijken of ik deze nog los krijg hoor. Die moet aan de bovenkant. De lijn is nog niet uitgehaald, zie ik wel, dus dat scheelt.
Jij zou hem ook helemaal uit wit kaartstok kunnen doen en dan het onderrandje kunnen beïnkten. Maar ik vond het op deze manier wel leuk om het, nou ja, om het echt dat groene van groen te houden. Ik zal even een doekje pakken, want ik had vandaag mede met een watervaste marker het nummer erop gezet. Alleen zoals je ziet, was je niet watervast. Dus nu zit alles onder de zwarte inkt. Ja. Nu heb ik dus deze heb ik hier gebruikt. Nou ja, en hier wil ik dus ook nog weer even een strookje groen op hebben. En dat doe ik gewoon als volgt, heel gemakkelijk. Ik leg gewoon deze hierop. En het is precies 15 centimeter. En mijn papier is dat ook, dus dat komt heel mooi uit. En dan omteken ik gewoon alleen deze strook. En vervolgens, nou ja, heel simpel, even uitsnijden. En die komt dan hier overheen en daar komen straks allemaal grasrandjes overheen. Dus ik heb allemaal gras heb ik uitgestanst. En dat heb ik gedaan met twee mallen van Joy. Ik zal ze er even bij pakken. Dat is deze. En deze. Dat is de No End grasrand. Komen beide uit de collectie 3 van Joy Crafts. Dus dit is een No End grasrand. Dat betekent No End dat hij hier niet snijdt. Dus je kunt hem net zo lang houden als je wilt. Dat is de 1429. En dit is een korter grasrandje. En dat is de 1453. Nou, die heb ik dus verschillende keren, zoals je ziet, heb ik die uitgestanst. En dan kun je dat gewoon heel mooi opbouwen door allemaal laagjes over elkaar heen te doen. En dan kun je gewoon mee spelen van, ja, wil ik grote stukken gebruiken, wil ik het wat dieper doen. En ook, nou ja, zoals je ziet, heb ik hier verschillende lengtes gebruikt in. Dit is het korte grasrandje, maar dit is ook dat korte grasrandje. En daar heb ik dus weer een langere rand aan laten zitten. Dit bijvoorbeeld is eigenlijk het stukje wat hier uitvalt. Kijk, die past in elkaar. Maar als je die zo omdraait, dan heb je ook weer een heel ander grasrandje. Heb je wel niet die streepjes erin, maar je kunt die, ja, eigenlijk die restantstukjes kun je nog wel weer gebruiken als gras. Dan heb je weer net een ander vormpje. Dat is met deze ook zo. Dat zijn gewoon de stukjes die, nou ja, hier dan overblijven. Kijk, die passen hier precies in. Dus eigenlijk kun je met deze twee grasrandjes kun je vier verschillende, ja, randjes maken. Ik zit even te kijken. Volgens mij verkopen ze de klittenbandstukjes ook bij Hobby Vision. Dus misschien dat, ja, Janine zal dat zelf wel weten. Ik heb hier gebruikt de 6500-0082. En dit zijn vierkantjes, maar er zijn ook rondjes. Er zijn verschillende vormen, er zijn verschillende maten. Deze is 10 keer 10 millimeter, maar er is ook 15 bij 15, geloof ik, millimeter. Dus er zijn verschillende maten, weet ik. Ik heb alleen deze en dit vind ik op zich wel een heel mooi maatje, deze. Nou, dit randje, daar doe ik even met wat minder lijm op. Er hoeft niet zoveel lijm op. Even met zo'n lijmflesje. Nee, die restantstukjes van je gras. Ja, ik gooi het ook altijd weg. En toen lag er nog een stukje. En toen dacht ik, hé, dat ziet er wel leuk uit op die manier.
Nou, zo heb je eigenlijk de basis van dit stuk al klaar. Maar nu moet mijn modderpoel er nog onder. En de modderpoel heb ik gemaakt met deze, de 6200886. Dat is ook zo'n displaykaart. Die staat in principe op dezelfde manier. Maar die ga ik er dus op deze manier onder doen. Maar ik wil hem iets korter hebben. Dus ik heb dit stuk 8 centimeter gedaan. Eerst mijn grasrandjes even aan de kant. Die gebruik ik zo meteen. Wel leuk dat die jongens altijd zo meedenken en mij ook uitdagen om eens iets anders te maken als anders. Met dit als resultaat. Nou, deze leg ik dus gewoon op dat groene kaartstok. En ik omteken dit stukje. Nu teken ik hier, ik meende dat ik het hier 8 centimeter had gedaan. Even voor de zekerheid nameten, ja. Dan pak ik hier 8 centimeter. Hier een streepje. En dan, dat is het handige van een liniaal met zulke rasters. Kun je mooi op een zijkant leggen. En dan pak ik hier even het onderste plakstrookje. Nou, en dan kun je deze hier weer tegenaan leggen. En vervolgens heel gemakkelijk dit lijntje aftekenen. Dus ik heb eigenlijk het boogje gewoon ingekort. Ik zit al buiten lezen. Ja, ik zei vanmiddag ook al van ik kan de videocamera of de telefoon en de opstelling wel buiten neerzetten. Zo warm is het hier. Het is echt een sauna waar ik nu zit. De blazer doet echt heel weinig. Maar goed, maakt niet uit. Herfstweer zelfs, lees ik. Oké. Het is hier gewoon echt wel echt heet. Maar ja, als het regent, dan klaag ik ook. Dus volgende week wordt het weer koeler, heb ik gehoord. Dus ja, zoals je ziet, maak ik deze kaart gewoon eigenlijk alleen maar van kaartstok. Geen designpapier bij nodig. Nou, deze kan hier dus zo op. En heeft hij direct een mooi stevig platform. Dan de modder. Dat is gewoon een kraft kaartstok A4 vel van Joycrafts. En nou ja, daar gebruik ik dus deze binnenlijn. Die je normaal gebruikt voor je designpapier. Die gebruik ik nu hiervoor. En dan teken je dit lijntje weer. En ook deze pak ik ongeveer op 8 centimeter. Die mag trouwens wel iets meer, want dan kan hij eronder geplakt worden. Dan komt hij net onder dat staande frame. Mijn grote schaar heb ik volgens mij ergens anders neergelegd. Want die heb ik hier nu niet in de buurt. Maar ja, ik heb niet veel knipwerk, dus dit wil ook wel.
Dan gebruik ik een peperdistresser. En daarmee maak ik deze randjes even een beetje ruw. Zodat de kleine grasrandjes zometeen even iets meer oppervlak hebben om tegenaan te lijmen. Dan staat het randje net iets meer omhoog. Dus dan heb ik net iets meer waar ik deze grassprietjes tegenaan kan plakken. Die komt er dan dus zo op. Echt veel lijm heb je nooit nodig om dat papier op te plakken. Zo iets meer naar voren werken zie ik wel. Ik heb het idee dat ik iets buiten beeld ga. Nu vergeet ik bijna om, dit is een heel oud stenseltje, ik kon zo het nummer ook niet meer vinden. Dat is een setje van 3. Ik weet ook niet of Hobby Vision die nog in het assortiment heeft of niet. Ik kon het nummer zo 1, 2, 3 niet vinden. Maar daar zit wat een stenen structuur in. En dat vond ik wel leuk om dan met walnut steen. Ik heb een zilveren randje aan mijn liniaal. Klopt. Dat is zo'n snijrandje. Snij je nooit in je liniaal. Dat is ook van Joycrafts deze. Nummer moet ik je schuldig blijven, want dat weet ik zo 1, 2, 3 niet. Dus, nee, dat is al een hele oude Janina. Maar ja, goed, er zijn wel andere maastencils. Jullie hebben een heel groot assortiment maastencils. Dus wat dat betreft zal er vast wel wat anders zijn waar een... Ik wilde geen bakstenen structuur hebben, dus daarom heb ik hem een beetje, nou ja. Maar jullie hebben echt een enorm assortiment aan maastencils, dus er zal vast wel iets zijn wat daar een beetje op lijkt. Nou, op die manier krijg je dus echt even, net of is het gedroogde modder, wat gebarsten is. Volgens mij zijn de kleuren wel aardig. Ik had wel een aantal kleuren aangegeven. Maar ik noem ze in ieder geval hier nog even. Voor de wolken heb ik de Broken China gebruikt. Distress Oxide. En ik wil het ook morgen nog wel even bij... als ik een kaart plaats in Hobby Vision, wil ik de kleurtjes er ook wel even nog bij zetten. En voor dit achtergrondje heb ik de Walnut Stain. Dit is de gewone inkt. Dit is de oxide inkt. Maar voor dit geval maakt het niet uit of je gewone inkt of oxide inkt gebruikt. Geweldig. Ja, dankjewel Janine. Soms heb je niet eens in de gaten welke artikelen je allemaal gebruikt. Omdat dat zo tot standaard uitrusting hoort. Dus dan... Dan weet je zo niet van wat er allemaal extra bij moet nog aan verbruikmaterialen of aan tools. Dit zijn gewoon echt standaard dingen wat gewoon echt bij mij altijd gebruikt wordt. Nou, deze plak ik dus aan de onderkant. Ik had misschien beter even met tacky tape kunnen doen, achteraf bekeken. En dan plakt hij even iets sneller. En dan zit hij ook super goed vast. Ja, zo is de modderpoel al klaar. En zoals je ziet staat hij nu ook een stuk steviger. En nu gaan we spelen met de grasrandjes. Ik zal zo meteen even een slokje water doen. Zo. Nou, die kan hier mooi voor. Nou, krijg je al een heel leuk geheel, hè?
hier zo'n mooi lange voor. Die is net weer iets langer. Ik plak alleen de onderkant vast, zodat je straks nog wat dingetjes erin kunt steken. Ik zie dat deze een beetje scheef is afgesneden, maar dat maakt niet uit. Want er komt wel meteen toch een nieuw randje weer overheen. En als het dan droog is, dan kun je ook een beetje de sprietjes weer naar je toe trekken, zodat er wat ruimte ontstaat. Ja, hier nog een mooie brede nog even. Misschien dat ik zo meteen nog even, hier zie je nog wel een randje, dat er nog even een dunnere tussen moet. Deze kan nog wel even, deze is net iets te kort. Kijken of ik nog zo'n lange heb hier, hier. Dus dan knip ik hier nog even een stukje af. En dan komen er zo meteen nog allemaal dingetjes voor en tussen, dus dan zie je die aanzettingen ook niet meer. Nou, eigenlijk gaat hier nog eentje tussen gemoeten. Zullen we kijken of ik hem er nog tussen kan prutsen. Deze iets naar voren halen. Hoop ik dat hij niet loslaat. Nee, anders plak ik hem gewoon weer opnieuw op. Die kan hier nog mooi tussen. Ja, dit zijn gewoon hele leuke grasrandjes die je samen heel leuk kunt gebruiken. Zo. Nou, zo heb je al een heel leuk mooi grasrandje. Dan wil ik hieronder eigenlijk nog een kleintje. Voor de finishing touch. Heel smal, die heb ik echt helemaal smal afgesneden. Dus, vervolgens heb ik hier op mijn voorbeeld ook hier kleine stukjes gedaan. En heb ik deze bloem, ik heb hem amper vast, dus ik pak hem maar even af. Deze bloem heb ik gebruikt en dat is een hele nieuwe. Dat is de goudsbloem, die komt in de komende collectie komt die uit. Als het goed is volgende week hopen we dat ze binnen zijn bij de winkels. En nou ja, ik mag jullie vandaag al even een preview laten zien hoe leuk die is. Bestaat dus uit twee bloemetjes, een blaadje en een hartje. Ik heb hem hier uitgestanst. Als we meteen tijd hebben, dan kan ik op laatst nog wel even laten zien hoe ik hem in op kleur breng. En vervolgens in vorm breng. Maar dit zijn dus de uitgestanste bloemetjes. Echt met een heel leuk stiksteekje. Dit is het hartje en dan nog een blaadje erbij. Waar dus echt een geëmbost nerfje in zit. Dus ik denk dat dit een van mijn favoriete bloemetjes wordt. Want nou ja, je kunt ze gewoon echt overal voor bij gebruiken. Ik pak hem er hier zo even op. Maar dan kan ik even zien van hoe ver wil ik mijn randjes hebben, grasrandjes hebben. Deze die maak ik nog net iets korter. Dus in principe eigenlijk al waar dat ik gewoon stukjes los maak,
Dan moet je gewoon echt even heel goed op een liniaal drukken. Want anders dan schuift hij weg. Dus deze duw ik gewoon echt heel kort. Hij valt nog net niet los. Nou, en dan pak ik gewoon kleine stukjes. Die knip ik hier los. En dan doe ik gewoon allemaal kleine stukjes hier en daar. De vorige had ik nog korter gemaakt. Hier ook nog even. Zoals je ziet, komt hij dan helemaal los. Dat geeft niet. Nou, en dan gewoon een beetje, heel klein beetje lijm aan de onderkant. En doordat ik dit met de paper distressers heb bewerkt, heb je wat een randje waar je hem tegenaan kunt plakken. En dan krijg je een heel mooi opstaand grasrandje. Ja, die bloemenstand is echt heel leuk. Nou ja, ik hoop dat ze volgende week ook bij hier Nina in de winkel liggen. En zo krijg je gewoon een hele leuk sierlijk randje. Nou, als ik dit randje erop heb, dan ga ik verder met het polybezen varkentje. Dan ga ik jullie laten zien hoe ik die, nee, die heb ik dus al helemaal uitgeknipt, maar hoe ik die op kleur heb gebracht. Je kunt ze namelijk uit gekleurd papier knippen. En op gekleurd papier tekenen en uitknippen. Ja, ik vind het leuk om het met distress inkt op kleur te brengen. Ja, dit is het randje dus al. Nou, ik heb iets te veel grasrandjes gestanst, maar die kunnen een volgende keer wel gebruikt worden. Ja, leuk met dat grasrandje, hè? Doordat je dus met die paperdistresser echt dit randje van, van de modder, zou ik maar zeggen, wat ruw hebt gemaakt, heb je gewoon echt even een stukje waar je dat tegenaan kunt plakken. En dat blijft gewoon echt heel goed zitten. Het polybeza varkentje. Die is nieuw in deze collectie. Samen met het bijtje is die nieuw. Even kijken. Dit is hem niet. Dit is hem. Het leuke van deze stencils is, je kunt ze ook allemaal weer onderling combineren. Ik heb al iets voorbij zien komen van een schaap. Dan hadden ze dit als wol gebruikt. En ik geloof dan de delen van de pingwing hadden ze gebruikt. Ik meende dat Nancy uit het designteam van Jocelyne die gemaakt had. Maar ja, zo kun je ze echt onderling combineren. En dat is zo leuk om, net zoals bij de Tumble Friends, hè, daar kon je ook heel veel verschillende diertjes maken. En zo kun je dat met deze polybeta stencil straks ook doen. Als je meerdere hebt, ja, allemaal die kleine onderdeeltjes kun je dus perfect met elkaar combineren. Ja, tot de leukste creaties. Ik heb dit stencil ook weer op datzelfde witte craft, witte kaartstok heb ik dat uitgestanst. Of uitgetekend en, ja, ik zeg steeds stansen, maar uitgeknipt. En deze oortjes, nou ja, twee oortjes dus. Het wangetje, die zit hier in het buikje. Dit is het buikje. En dit is het wangetje. Maar die gebruik je ook als snuitje. En deze kleine rondjes die hier zitten, dat zijn de neusgaten. Deze beide zijn de oogjes. Dit... Die heb ik vier keer gedaan. Dat is het pootje. Maar ik heb die hoefjes heb ik los gedaan.
En het ja, moddervlekje. En die zou je eventueel ook nog ergens anders kunnen doen, het moddervlekje. Ik gebruik de Tattered Rose. Dat is weer de gewone Distress Inkt. Tattered Rose. Met zo'n inktblending tool. En eigenlijk op dezelfde manier dat ik net ook dat achtergrondje heb gemaakt, ga ik gewoon al deze dingetjes bij langs. Heel gemakkelijk klusje. Ontzettend leuk om te doen. En je kunt echt een beetje spelen met waar wil ik wat meer kleur hebben, waar niet. De wangetjes maak ik straks met een ander kleurtje erbij nog iets rozer. Nou, je gebruikt heel weinig inkt. Dat ik doe al heel lang met deze Tattered Rose. En in principe gebruik je heel weinig inkt ervoor. De prijs van de stencils. Nee, die weet ik zo niet. Maar ze staan wel onder, nou ja, onder de lijf in de webshop van Hobby Vision. En daar staan de prijzen wel bij. Dan zou je echt even in de webshop moeten kijken. Ze zijn niet heel duur, de Polybezel stencils. Dus dat is de moeite waard om ze te verzamelen hoor. Ik meende dat ze rond de 4, 5 euro zijn, maar zeker weet ik het niet. Ik heb vandaag nog niet in de webshop gekeken, maar meestal Janine maakt altijd een product, ja, een gebruiksmaterialenlijst onder de lijf. Het is een beetje jammer, want er lag nog net een beetje bruin, wat ik nu een beetje mee poets. Of 2,95 uit hoofd. Ja, ik meende 3,95, maar ja. Nou ja, ze staan wel op. Ze staan wel in de webshop. En ik heb zelf nog geen ja, nieuwe beestjes ermee gemaakt. Ik heb alleen de standaard, nou ja, waar ze in eerste instantie voor bedacht zijn. Dus met het bijtje heb ik alleen het bijtje gemaakt. Met de pinguïn alleen de pinguïn. Ik heb wel al een beertje gemaakt. Die heb ik hier nu niet liggen. Die hangt bij mij in de woonkamer. Die heb ik in een borduurring verwerkt. Met een leuke tekst erbij. Dus dat is ook heel leuk. Want ze zijn ja, ongeveer 15 centimeter hoog. Dus op die manier kun je er ook leuke andere creaties mee maken. In een beduring kun je dat ook heel leuk verwerken. Ja, zo zie je dus dat je het heel simpel, snel ook op kleur kunt brengen. En het leuke hiervan vind ik dat je wat schaduweffecten hier en daar wat donkerder. En dat effect krijg je niet als je het. Als je het allemaal uit één kleur kaartstok stanst. Dus daarom vind ik dit. Ja, het geeft ook wat een zachter effect. En ik vind dat zelf wel heel mooi. Enige nadeel is, je krijgt er altijd wel hele vieze vingers van. Maar met name van die kleine dingetjes. Nou, dit is dus de Tattered Rose. Nu had ik eigenlijk niet eentje die er heel mooi bij paste. Want deze is wel heel fel, de Picked Raspberry. Maar toch heb ik die gebruikt. En dit is dan weer de oxide. Nou ja, ik gebruik ze nu gewoon door elkaar. Dit is voor de neusgaten, of de neus, ja, dopjes. En deze voor die.
Op deze manier vind ik het dus net iets weer te roze. Dus wat doe ik? Ik pak nog een keer de tattered rose erbij. En ga er nog een keer overheen. Die inkt mengt wel een beetje. En zoals je kunt zien, krijg je dan een heel mooi bijpassend kleurtje. Dankjewel Janine voor de link erin. Dus als jij naar www.hobbyvision.nl en dan geeft je deels te creatief met Joostelijnen Design, daar zitten dus alle materialen in. Ook deze ga ik nog even een keertje met de Tattered Rose, dan wordt hij toch net iets meer huidskleur. Maar toch heeft hij wel dezelfde roze kleur wat. Nou, dit vlekje is een beetje jammer, maar dan doen we me net of is hij al vies geworden van de modder. De hoefjes. Even een doekje erbij pakken. Het roze er een beetje weg. De vingers een beetje schoonmaken. De hoefjes die doe ik met de walnutsteen. En dat kan natuurlijk ook met andere kleurtjes. Bijvoorbeeld Gather Twigs heb je. Dat is ook een hele mooie bruine kleur. Er is ook nog een hele donkere. Zou je ook kunnen gebruiken. Er zijn allemaal verschillende kleurtjes in Distress Inkt. Walnutsteen is wel een van mijn meest gebruikte kleurtjes. Gebruik ik ook vaak om randjes te beinkten van designpapier bijvoorbeeld. Dus dat is toch wel een van mijn meest gebruikte Distress Inkt. Ik heb daar ook bij de walnutsteen heb ik ook zo'n navulflesje bij gekocht. En zo nu en dan, omdat ik hem toch echt heel veel gebruik, zo nu en dan, dan vul ik hem even bij. Een paar drupjes erin, even laten intrekken en dan heb je je inkpad weer helemaal vol. Tot slot de oogjes. En de oogjes die doe ik met Black Soot. Dit keer dus weer een Distress Oxide. Nou, nu heb ik alle dingetjes op kleur gebracht. En de oogjes nog even. Even mijn vingers weer poetsen, want anders heb ik straks het zwarte. Ik wil niet eens af, zie ik wel. Dan heb ik het zwarte straks op het roze. Dat vind ik ook niet mooi. Even kijken. Dit is het hoofdje. Dan doe ik het brede gedeelte aan de onderkant. Dan schuif ik zo het lijfje eronder. En dan de beentjes eronder. Die schuif ik hier nog weer onder. En die komt zo meteen met een foamtapeje op deze manier. Even de sticky pick tool. Dat is ook een veel gebruikte tool van mij. Voor deze grote delen niet zozeer, maar straks echt voor je kleine oogjes en zo, dan is het echt een perfecte tool.
Ik doe nu eerst de oortjes er even onder, zodat ik een beetje beter kan zien wat de houding van het diertje zo meteen doet. En die wil ik hierop. Die doe ik even met een klein foamtapeje. Want die mag wel iets omhoog staan. Nou, zo zie je dat vlekje ook niet meer, dus dat scheelt. Zo. De wangetjes komen hier. Het neusje komt hier ongeveer. En dat krijgt pas echt body, het neusje, vind ik, als je deze streepjes er zo op doet. Deze ovaaltjes. Ja, daar is dus die sticky pick tool onmisbaar bij. Er zit een waxpunt op die je dus kunt verwisselen. Je kunt hem er gewoon afdraaien. En er zijn ook nieuwe punten voor te krijgen. En dat is een setje van 3. En die kun je dus gewoon deze eraf draaien en dan de nieuwe erop. Heel gemakkelijk te vervangen. Maar dit is nog steeds mijn eerste. Ik gebruik hem echt ontzettend vaak. Dus gaat gewoon heel lang mee. Kijk, nu komt hij eigenlijk al tot leven. Deze vind ik mooier. Net even vergeten. Als ik die iets bruin maak, dan steekt die net iets meer af. Het kan nog net, dus. De wangetjes erop. Ja, ik zat eerst te twijfelen of ik hem van tevoren al in elkaar zou zetten of niet. Maar ik denk, ja, zo kun je ook even zien van wat heb je nodig? Ja, hoe bouw je zoiets op? Hoe vaak moet je bepaalde dingen uitsnijden, uittekenen? Dus op deze manier ja, is het voor iedereen duidelijk hoe je ze maakt. En ja, deze werkwijze die is gewoon voor alle. Al deze polybase stencils hetzelfde. Veel lijm heeft het niet nodig, zoals je ziet. Doe gewoon echt onderaan een klein randje. En je zet ze zo heel gemakkelijk in elkaar. Ja, dat is een sticky pick tool. Ook die heeft Janine er wel bij staan. Je kunt er zelfs kleine kraaltjes mee oppakken. Als je van diamond painting houdt, zou je hem ook kunnen gebruiken. Door die kleine kraaltjes op te pakken en ja, op je werk te doen. Hier doe ik ook even een foompje onder. Want zometeen wil ik daar nog een bloemetje of iets dergelijks op doen. Het hoefje was nog niet helemaal droog, dus. En dan schuift het nog een beetje. Ook onder dat pootje doe ik nog even een foamtapeje. En bevalt die Inge? Heb je hem al uitgeprobeerd?
Ik kreeg vragen van hoe maak jij het staartje? Nou, ik heb van alles geprobeerd. Maar het allergemakkelijkste om het staartje te maken, dat is gewoon je snijliniaal pakken en gewoon een heel klein randje afsnijden. Zoals je ziet, oeps, krult hij al op. Nou, langer hoeft hij ook niet. Deze is iets dunner geworden als die van mijn voorbeeld, maar dat maakt niet zoveel uit. Vervolgens even met de kleur van het varkentje, de Tattered Rose. Want er zat verder geen teken, ja, geen teken, malletje van een staartje bij. Maar ja, iets is, ja, als je iets tekent en uitknipt, dan is dat al veel, ja, heel snel te grof. Nu breekt hij af, dat is niet zo heel handig. Ik heb hem nu net iets te dun gedaan. Maar dan pak je gewoon even een potlood of iets dergelijks. En dan heb je een krul erin. Hij is nu net iets te dun geworden. Ik zal even een. Dat hij nu toch dun is, kan ik er ook wel een beetje een. Beter krulletje in maken. En zo heb je gewoon heel simpel een krulletje. Ik vind hem wel schattig zo. Dan hoop ik niet dat hij aan het werkblad zit vastgeplakt. Nou, dit is het varkentje. En dat varkentje kan hier mooi in staan. Oh, ik heb de oogjes vergeten. Nu wordt hij weer heel schil. Dat is wel een beetje zielig. Ik zal eerst de oogjes nog even opplakken. Het zijn wel altijd hele schattige diertjes. Dat bijtje ook, die vind ik ook ontzettend lief. En daar heb ik dus bij het bijtje heb ik de vleugeltjes met een beetje sparkle, met wat glitterlijm gedaan. Ik denk niet dat jullie het in de camera kunnen zien, maar ja, dat geeft ook een heel leuk effect. Je zou ook de vleugeltjes van vellum kunnen doen. Dat is ook wel heel erg leuk. Even kijken, ik zal nog even snel wat accentjes aanbrengen. Wat ik gewoon eigenlijk altijd met deze diertjes doe, ook met de Tumble Friends of het schattige jongetje en meisje, de baby's, doe ik dat ook bij. Ja, leuk is het bijtje ook, hè? Ja, vind ik ook. Is nu een unicorn, een eenhoorn, die je dus als ezel, als paard enzovoort kunt gebruiken. Een pinguïn is er, het bijtje is er en het varkentje. Dus ja, gewoon echt een leuke serie is dat. Dit varkentje heb ik dus laten staan, op een hele simpele manier ook weer. Maar het is toch even iets dat je, nou ja, moet weten. Ook daar heb ik heel gemakkelijk, ik zal deze even aan de kant leggen, een strook papier gesneden van het stevige kaartstok van een centimeter breed. Dus gewoon een strook. Je kunt ook met je papiersnijder doen, maar ik doe het nu even met liniaal.
Vervolgens pak je een rail tool. Even zoeken waar ik die van mij heb gelaten, want die heb ik net in mijn handen gehad. En dan rail je hem op 1 centimeter. Vervolgens weer 1 centimeter. Nog een keer 1 centimeter. En nog een keer 1 centimeter. En dan een halve centimeter. En dan snij je hem af. Dus het is eigenlijk een strookje van 1 bij 5. Even kijken. 1 bij. Heb ik het goed gedaan? 4,5. Vervolgens vouw je hem om. En dan maak je er een klein kubusje van. En die laatste halve centimeter plak je mee vast. Dus dan heb je een klein vierkantje. Even laten drogen. Nou, en dit vierkantje plak ik zo meteen hierop. En dan zet ik dat varkentje met dat beentje daar tegenaan. En dan staat hij al. Kitty, dat is, het varkentje is van is een Polybeza snijstencil van Joselijne. Ook van Joy Cress, van ontwerpster Joselijne. Hou ik hem even vast. Nu staat hij dus al. Hij heeft in principe maar één, het moet even drogen, maar hij heeft maar één standaardje nodig. Ik heb hem ook een beetje in een houding gedaan dat hij op één beentje staat. Nou, dan wil ik jullie deze nog even laten zien. Dat is het wegwijzertje. Ook van Joy Crafts. Ik zal even kijken waar ik hem heb gelaten. Hier is hij. Dit is de wegwijzer. Dat is de 6002-1479. Hier heb ik hem uit craft cardstock gestanst, beïnkt en vervolgens met een wit potlood accenten aangebracht. Voor op deze creatie doe ik het even anders. Gewoon de walnutsteen. Ik maak hem een beetje bruin. En vervolgens pak ik een bruin potlood. Dit is toevallig een Derwent Brown Earth. Maar het zou ook met een ander bruin potlood kunnen. En dan maak ik het nog net even iets donkerder. Doordat je met stansen en bossen drukken de lijntjes van de mal drukken in je papier. En door deze techniek krijg je gewoon echt leuk die lijntjes in het zicht. Maar zoals je ziet, je komt niet met je inkt en met je potlood, kom je dus niet bij de onderste laag. En dat blijft mooi wit nu. Nou ja, en die wil ik dan hier hebben. Die kun je gewoon tussen het gras steken. Straks lijm ik het nog wel even vast. Maar het gaat nu eerst eventjes van
Even kijken van waar wil ik wat hebben. Nou, zo heb je al een heel leuk wegwijzertje erbij. Die bloemetjes die ik hierop heb gebruikt, die komen van een sering. Dit is, eigenlijk is dit een seringenbloem. Deze stans je uit en vervolgens stans je al deze losse bloemetjes uit. En die plak je dan op dit basis. Dus deze doe je bijvoorbeeld in het groen. En die doe je dan in een kleurtje of in het wit. En die plak je daar dan op met zo'n steeltje. En dan heb je een hele leuke seringenbloem. Maar deze bloemetjes, die zijn ook ontzettend leuk om dus in je grasrandje te verwerken. En dan kun je bijvoorbeeld met een marker, en dat maakt ook niet uit wat het is. Je kunt het met inkt doen. Nou, dit is een hele goedkope marker. Kleuren wil het niet, maar op kleur brengen wel. Want hier kun je echt niet mee inkleuren, vind ik. Maar ik kan er wel heel goed dingetjes, ja, zoals bloemetjes, mee op kleur brengen. Daar gebruik ik ze ook alleen maar voor. Die moet even omgedraaid. Nou, ik laat even een paar zien. Voor de afwerking gebruik ik natuurlijk meer, maar ja, dat doe ik later wel eventjes. Ik laat in ieder geval even zien van hoe doe ik dat met die bloemetjes. Ik pak nu gewoon even een paar rode. En als je dan met een gewoon een embossing tool alleen het midden even indrukt. En hier en daar even een dotje lijm. Dus gewoon, ik pak gewoon hier in het gras. En daar wil ik een rode hebben. Daar wil ik een rode. Nou, en dan plak je die er dus heel gemakkelijk op. Nou, als je dan nog een paar witte pakt, dan maak ik straks zelf nog een paar gele, maar ik doe nu even een paar voor. Dan doe je ook hier en daar weer een dotje lijm. Gewoon een klein stipje, meer heeft het niet nodig. Hier nog eentje. Nou, zo maak je dus echt. Ga ik hier later ook nog even, maar dat doe ik zelf morgen nog even afmaken. Dus. Dan ga je gewoon met die kleine bloemetjes ga je gewoon rondom nog even. Dan wil ik jullie nog laten zien wat je met de lavendel bijvoorbeeld nog kunt doen. En dat heb ik hier gedaan. Eigenlijk is het een lavendel. Maar het paarse vond ik hier niet mooi bij staan. Dus ik denk van, hey, als je rietstengels hebt, gras, rietstengels. Dan heb je altijd zo'n, ja, zo'n sigaar noemen we dat dan wel. Zo'n bruine, ik weet zo niet hoe dat, hoe zo'n ding heet. Zo'n rietpluim. En ja, dat vond ik ook de lavendel wel heel erg leuk bij. Dus dat is dan deze stans. Sonor 6214-27 lavender. En die ja, heb ik dus nu eigenlijk omgetoverd ja, tot een rietpluim. En deze gewoon met inkt. Deze heb ik dan met deze kop ik gedaan. Heel simpel. Je kunt ook met inkt op kleur brengen wat je, ja, wat je zelf mooi vindt. Wat je zelf ook in huis hebt. Nou, nog met een beetje geel eroverheen. Voor het rieteffect. Denk je van, nou, ik vind hem iets te geel. Dan ga je er nog een keer met bruin overheen. Zo kun je daar gewoon even een beetje mee spelen. En nou, dan zo'n rietpluim. Pak ik weer de walnutsteen en gewoon heel goed donker maken. Echt heel donkerbruin maken. Pijpenrager, de nealisdodde.
Ja, zo'n sigaars noemden wij dat altijd. Maar wat de originele naam was, dat, nee, dat wist ik niet. Nou, zo maak je dus een hele leuke rietpluim. Rietsigaar, ja. Maar dat vond ik er wel bij passen hier bij deze creatie. En dat vind ik ook wel leuk dat hij eentje in de hand heeft. En dus zoals ik net zei van dit grasrandje, daar kun je nog een beetje mee spelen door dat wat aan te trekken. Want ik heb het alleen aan de onderkant geplakt. Dus het zijn allemaal losse richeltjes waar je nog weer wat tussen kunt steken. Nou, daar kun je dus heel leuk zo'n rietsigaar tussen doen. Dus. Maar dat wilde ik jullie nog even, inderdaad nog even meegeven van dat je niet alleen lavendel daarmee kunt maken, maar ook zoiets. Als je met een ander kleurtje doet, dan heb je weer een heel ander resultaat. Want ik vond paars hier dan niet mooi bij staan, dus. Deze krijgt hij in zijn handje. Ja, geeft al een heel leuk effect zo. Dan tot slot heb ik hier nog de bomen van Joselijne. Dat zijn deze. Die heb ik hier ook gebruikt. Ik heb ze hier ook even los tussen gestoken om ze even te laten zien hoe leuk die zijn. Deze is een setje van drie verschillende bomen kun je maken, maar je kunt bijvoorbeeld deze, dat is dit achtergrondje, kun je ook als hegje kun je die gebruiken. Dus als je meer erachter kan, heb je gewoon een heggerij. Dus dat is ook heel erg leuk. Ik heb hier ook weer met van alles gekleurd en op kleur gebracht. Dit is echt een combi van inkt en dit is met Copic Marker gedaan. Dit is gewoon uit donker karton gestanst. Ik had hier al even een boompje. Ik denk, dan kan ik deze wel even laten zien. Deze is bijvoorbeeld heel erg leuk. Ik zal hem er even bij pakken. Zo. Die kun je dan hier weer mooi op doen. En kun je gewoon echt heel leuk mee spelen. Er zitten blaadjes bij. Er zitten kleine steeltjes bij. Nou, die heb ik hier dus al gebruikt bij de appeltjes. Dit zijn appeltjes en peertjes. Zo kun je perenbomen, appelbomen maken. Het is echt een hele leuke set. Nou ja, zoals je bij dit voorbeeld ook kunt zien, je steekt ze er heel leuk tussen. En dat maakt gewoon je kaart. Zo krijg je echt meer diepte erin en komt het meer tot leven. Hier ook. Nee, die had ik dus al even op kleur gebracht. Nou, die doe ik zo. Vervolgens onmisbaar de Posca. Gewoon ook hier weer even een paar accentjes aanbrengen. Dan komt hij net even iets fleuriger uit. Nou, dit boompje bijvoorbeeld kan ik nog wel even laten zien. Ik zal even kijken hoe laat het is. Het is bijna 9:30. Dus dan. Maak ik dit boompje nog even af. Ja, en ik wilde jullie eigenlijk die bloem nog even laten zien. Maak ik die zo meteen in het wit, breng ik die nog even in vorm. Die nieuwe bloem die binnenkort uitkomt. Even kijken. Dit bosje is wel leuk om met de peeled paint te doen. Dit boompje. Dan maak je gewoon heel simpel een appelboompje. Hier gebruik ik dan nog Forest Moss. Zoals je ziet gebruik ik ook weer de oxide en de gewone door elkaar.
maar net wat ik in welke kleur heb. In kleuren met oxides, dat kan trouwens niet. Ik kleur wel altijd in met de gewone glisters ink, maar met de oxides kun je niet inkleuren. Even kijken, de boompje, of deze, vind ik wel leuk dat die er voorlangs komt. Nou, en dan hier en daar nog een leuk appeltje. Een kleiner appeltje erbij. Er zijn ook net kleine hartjes, die kleintjes. En zo kun je dan nog wat blaadjes erop aanbrengen. Ik leg ze gewoon nu even neer om even een indruk te geven van hoe je dat opbouwt. En ook even te laten zien hoe leuk dat is. En natuurlijk moet dat er iedere keer even met een klein dotje lijm vast. Maar ik leg het er nu gewoon even los op. Ook die kleine stokjes erbij. Nou ja, het ligt nu los. Maar dan heb je wel even een indruk van hoe gemakkelijk je die boompjes maakt. Dan als allerlaatste wil ik jullie inderdaad deze, hoop ik bijna binnen bloem zien. De goudsbloem bestaat uit twee bloemetjes, een hartje en een blaadje. Nou, het hartje die maak ik even snel geel. Voor het echte effect even. En even kijken, ik had hem hier liggen. Ik meen het wel dat ik hem hier had liggen. Dat is dus deze. En die hopen we dat die volgende week binnen is. Dat is de goudsbloem. De 1537. Dus misschien is hij al wel te pre-orderen. Dat weet ik niet. Dan pak ik dus het flower shaping matje. En dan leg ik hem op de kop. Leg ik die blaadjes neer. En dan pak ik een iets dikkere embosstoel. En dan trek ik die blaadjes gewoon van buiten naar binnen naar me toe. Dan vormt hij al. Draai ik hem om. En dan ga ik gewoon echt langs dat randje. En zoals je ziet komt hij heel mooi omhoog. Hetzelfde doe ik met dat andere blaadje. En dan kun je natuurlijk spelen met kleurtjes. Hè. Je kunt zeggen van ik doe de onderste een ander kleurtje als de bovenste. Bij dit voorbeeldje hier heb ik gewoon drie verschillende kleurtjes bij elkaar gelegd. En daar een toefje mee gemaakt. Als je op deze manier ook weer omdraait en die erop. Nou, die plak je er dus in. En dan het hartje nog. En dan als alles droog is, dan vorm je alles nog een beetje. Dan trek je de blaadjes nog een beetje omhoog. En zo heb je een heel leuk bloemetje. En dat is dus de nieuwe goudsbloem. Nou, dan ben ik nu aan het eind gekomen van mijn live. Ik ga natuurlijk een foto van de kaart ga ik posten. En als er nog vragen zijn, stel ze gerust onder de foto. Als ik hem in de groep gepost heb en je denkt van, oh, wat heeft ze daarvoor gebruikt of wat heeft ze daarvoor gebruikt. Eigenlijk staan bijna alle materialen staan wel op, onder de live in de webshop. Maar mocht je iets niet weten, mag je me ook gerust even een vraagje stellen onder de foto die ik morgenochtend ga plaatsen. Dus ik wens jullie nog een hele fijne avond en starten met het warme weer. En ik hoop dat jullie toch wat, ondanks de hitte, wat kunnen genieten van het mooie weer.
En dan graag tot een volgende keer. Dag!